Ja, eigenlijk zou je er keihard om moeten lachen, maar het is eigenlijk zo'n treurige situatie dat het niet kan. Maar het is, ja vrienden, 6 miljoen hebben ze uitgegeven aan dat rapport over die mondkapjes. Die gasten van Deloitte, 6 miljoen in hun zak gestopt. Hé, hey, belastinggeld hebben ze zomaar weggegooid. Om dat te onderzoeken. En wat komt er dan uit zo'n heel onduidelijk rapport? Volkomen onduidelijk. Ja, een beetje links en een beetje rechts. En het gaat alle kanten op. Er zijn een paar dingen wel duidelijk geworden, toch? Uit dat hele onduidelijke rapport. Dat in ieder geval 6 miljoen is weggegooid aan het rapport. Dat is duidelijk. Maar duidelijk is ook dat die Van Linde en zijn mannen, die gaan er gewoon mee wegkomen. Ja, ja, het is weer zover, vrienden. Ze gaan er gewoon mee wegkomen. Er gaat geen rechter een straf opleggen, niks. Hopelijk pakken ze nog wel hun poen af, dat wel. Dat zou misschien nog kunnen, maar daar blijft het ook bij. Want heb je die Van Gestel gezien? Ja, die compagnon van die Van Linde bij die Jinek. Ja, en dan voel je gewoon, je hoeft de feiten niet te kennen, dat maakt allemaal niet uit. Je voelt gewoon aan alles, dwars door je tv-scherm heen, dat het niet klopt. Het klopt gewoon niet. Nee, niet een beetje niet, helemaal niet. En weet je gewoon van, ja, het morele kompas heeft bij die gasten heeft geen functie, die werkt niet. Nee, en hun slechte gedrag, vrienden, want zo zal het wel zijn. Hun slechte gedrag, daar zullen ze altijd hun hele leven op worden aangesproken. Ja, door heel Nederland, ja. En dat zal hun straf zijn. Maar goed, ook heel duidelijk is, los van dat zij ermee wegkomen, dat onze vriend Hugo de Jonge, die komt er ook vrolijk mee weg. Ja, hoe is dat mogelijk? Ja. Die heeft ze van voor naar achteren, heeft hij zich er overal mee bemoeid. En op het moment suprême is hij dan is het rapport in één keer vaag en dan weten we het allemaal niet. En die Hugo de Jonge, die ontspringt gewoon deze vrolijke dans. Ja, en weg is die. Dat is toch ook ongelooflijk, vrienden. Dat maakt zo'n onduidelijk rapport dan toch weer duidelijk. Maar wat ook heel duidelijk is geworden, is dat zo'n ministerie van Volksgezondheid, die komen dus dan in paniek, hè, tijdens die corona, en die geven dus dan in één klap gewoon 100 miljoen uit. Al werd er van alle kanten gezegd, van verschillende, niet doen, er was verzet, van doe het niet, 100 miljoen, en toch doen. Ja, en de top van die ministerie zegt, ja we gaan, en daar zat Hugo de Jonge volgens mij ook bij, en hup, 100 miljoen belastinggeld, hup, zomaar weg. Dus ongelooflijk. De zoveelste blunder van de politiek, van alle blunders die we de afgelopen tijd al hebben gezien. En daarom is het ook, dat heb je zeker ook wel gelezen, dat ze nu als rapportcijfer het kabinet krijgt 3.3. Historisch laag, nog nooit zo laag geweest, nog nooit is er zo weinig vertrouwen geweest in de politiek. Ja, hé, hey, dat is wel duidelijk. Hé, hey, en Den Haag, is dat jullie ook duidelijk?